Je wilt met me praten, hè? Waarover dan? Is het belangrijk? Ik bedoel, we kunnen ook... Afgelopen zaterdag. Ik denk dat het heel makkelijk is, Linda. Ik ga je alles uitleggen. Het hele verhaal. Van hoe we elkaar hebben leren kennen en hoe we elkaar daarna steeds weer opnieuw ontmoet hebben. Jij heet Wilbertus Cornelis. Nee, dat heet ik niet. Wilbertus Cornelis, wat een stomme naam. Ik heet Kees. Er staat hier BC. Ik ben lid van de AFA, de antifascistische actie. Wij hebben als doel het racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen. Wij zullen het huidige Nederland langzaam maar zeker lam leggen. En dat doen jullie door een hospit te ontvoeren, uit te kleden en naakt in de fontein. En dat zijn zo aan de dijk. Heb je koorts? 38,4. Dat is verhoging. En in de avond is 38,4 al helemaal niet erg. Ik wil het ook, dan moet je nog een halve graad bijten. 37,8. Echt? Laat zien. Ja, dat is dan weer gedaan omdat jij het hebt vastgepakt. Oh, tuurlijk. Als ik een thermometer aanraak, dan bevriest die spontaan. Zeg, volgens mij heb jij je spaar rood. En wacht hier Richard op. Ik zou zeggen, prettige avond en hou het een beetje rustig. Oh, maar hij wilde net standje. 69 uit gaan proberen. Ik wens jullie... veel plezier. Dank je. Dan zien we elkaar vast pakken. Vast. Dat gebeurde dus niet. Die Ries die was echt stom. Hij heeft haar laten gaan. En niet alleen vanwege de schilderij. Na 2 dagen was ze weg en toen hebben we elkaar een eeuwigheid niet meer gezien. En toen heb ik jou ontmoet, of wat daarna? Nee, toen kenden we elkaar nog niet. Vind je? Nou nee. Het is nou niet voor me opgekomen dat ik BC... Ik bedoel, dat ik Kees Klaassen leuk vond. Alleen omdat hij mijn schilderij mooi vond. Onzin. Ze wordt toch niet ineens leuk omdat ze een mooie schilderij gemaakt heeft? Wij hadden helemaal niks met elkaar te maken, helemaal niks. Wij zijn nooit vrienden geweest. Een vriend? Nooit. Echt? Heb ik dat gezegd? Dat is er dan uitgevloekt. Geloof jij dat een man en een vrouw zo bevriend kunnen zijn? Ik geloof niet in een vriendschap tussen een man en een vrouw. Heb ik dat gezegd? Eerlijk? Wij waren kennissen. Oppervlakkig! Meer was het niet. En meer zal het ook nooit zijn. Nooit. Doe je goed? Dank je. Bij jou ziet het er heel soepel uit. Ik vond het net zo goed. Heb jij zin om na dit gehuppel hier nog iets te gaan drinken? Is dat een uitnodiging? Heb jij zin om na dit gehuppel hier nog iets te gaan drinken? Ja, dat klinkt als een uitnodiging. Weet je dat dit de eerste keer is dat je met mij wilt afspreken? Ja, dat was tot nog toe ook niet nodig. Jij doet ook altijd precies daarop waar ik je niet wilde hebben. En? Heb je zin? Ja.
onzin. Maar alle mannen gluren in de sauna. Dat is weer typisch. Als een vrouw er niet gluren. Kijk op. Dat doen we niet. Dat is absoluut onzin. Als ik een sauna binnenloop en er zitten drie vrouwen naast elkaar op de bank, dan kijken ze alle drie tegelijkertijd in één richting. Weg! Je ziet dat ze niet. Ze kijken in je ogen. Ik wist niet dat mijn ogen zo laag zijn. Dat wilde jij niet. Ik heb alleen nog geen model. Nee, wie laat zich ook graag naakt schilderen? Er zijn ook mensen die dat professioneel doen hoor, weet je. Maar ja goed, ik kan het me ook moeilijk voorstellen met een vreemde man helemaal naakt. En hoe zit het met Christophe? Christophe, die gaat toch niet naakt voor me poseren? Het is duidelijk dat jij niet kent. En hoe zit het met andere vrienden? Ik ken wel iemand. Heb je me al gevraagd? Ja, ik weet niet. Ik heb toch niks te verliezen en gewoon vragen, heel direct. Hij zal eerst niet vragen. Denk je? Nee, ja. Je bent toch anders ook niet zo verlegen? Gewoon vragen. Daar ben ik mee bezig. Ja, maar is dat oké? Okay? Hoe bedoel je? Ik ben klaar. Niet helemaal. Dat echt? Kun je niet gewoon boven beginnen? Mag ik deze dan, sorry? Jij kan toch helemaal niet dansen, wc? En of ik kan dansen. 1, 2, 3. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To see those rainbows in my mind, when I think of you sometime, I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us.